Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 13 september 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. We hebben morsen vandaag en een SSTV-beeld in PD90 met een van de inmiddels heel bekende amateurs op deze repeater, Ian G7HFS, die de payload van de ballonvossenjacht Ballon inspecteert. Today we have an SSTV image in PD90 of the balloon fox hunt last Sunday, in which meanwhile Celeb Ham on this repeater ENG7HFS inspects the payload of the balloon. De Nederlandse politie heeft enkele roofvogels gekocht die getraind worden om drones te onderscheppen. Het is de eerste anti-drone maatregel die operationeel is, zo meldt politie.nl, de officiële website van de politie in Nederland. Een jaar geleden startte de politie samen met een gespecialiseerd roofvogelbedrijf een proef om te onderzoeken of het mogelijk is om roofvogels te trainen om drones te onderscheppen. Dat bleek zo succesvol dat de politie de anti-drone maatregel nu operationeel gaat inzetten en daarvoor een aantal vogels, Amerikaanse zeearenden, heeft aangeschaft. De Nederlandse politie is het eerste korps ter wereld dat hiervoor roofvogels inzet. De zeearenden worden volgens de politie-site getraind om een drone als prooi te zien. Van nature is de roofvogel geneigd haar prooi mee te nemen naar een veilige plek. De vogels wordt nu aangeleerd om de prooi, dat wil zeggen de drone, mee te nemen naar een door de politie aangewezen plek. De roofvogels worden op meerdere plekken in het land gestationeerd, zodat ze snel inzetbaar zullen zijn. Afgelopen vrijdag 9 september gaf de politie een demonstratie en toonde het een van de scenario's waarvoor de vogels ingezet kunnen worden. De aankomst van een hoogwaardigheidsbekleder. Terwijl de VIP onder motorbegeleiding aankwam, uitstapte en handjes schudde, vloog er een drone in zijn richting. Een speciaal getrainde roofvogel vloog er direct op af en greep de drone uit de lucht. De politie wil de vogels in de toekomst ook inzetten bij geplande evenementen met een verhoogd risico. De klauwen van de vogels zijn geschubd en zijn daarmee beschermd tegen beten van hun prooi. Ook de propellers van de drone geven geen schade aan de klauwen. TNO is momenteel bezig met een speciale klauwbeschermer te ontwikkelen voor grotere types drones. De kuikens met een spanwijdte van zeker een meter worden momenteel getraind. De politie verwacht dat ze over een klein half jaar ingezet kunnen worden. Ook wordt een aantal agenten dat affiniteit heeft met dieren opgeleid tot vogelbegeleider. Wie had dat gedacht, dat er een overeenstemming zou zijn tussen morsentelegrafie en het Eurovisie Songfestival? En toch is het zo. Bij het Songfestival in Kiev in voorjaar 2017 zal met morsecode worden gecommuniceerd tussen verschillende locaties met behulp van lichtsignalen. Dit merkwaardige bericht staat niet alleen op southgatearc.org, maar ook op de website van het Songfestival zelf. Er is momenteel zelfs ook aan de voorgaande twee berichten te horen was niet zo verschrikkelijk veel nieuws. Dus ik moet me nog even behelpen met wat archiefmateriaal. Een niet-amateur verhaal over micronaties in dit geval. Ik heb deze column volgens mij wel eens eerder gebruikt, maar ik denk dat dat in de wekelijkse uitzending was. Niemandsland, bestaat dat eigenlijk wel? In filosofische zin is een gebied waar nooit iemand komt of waar niemand het bezit van claimt natuurlijk niemandsland. Dat klopt soevereiniteitshalve gevoelsmatig ook weer niet helemaal, want op Antarctica, op grote delen van dat continent, daar komen nooit mensen. Maar ondanks internationale afspraken zijn er daar toch diverse, zowel letterlijk als figuurlijk, bevroren claims. Volgens het Antarctisch verdrag zijn die claims namelijk tot nader order opgeschort, waardoor er toch sprake is van niemandsland. Onbewoonde eilanden, ook op grote afstand, kunnen echter tot een land behoren en zijn dan geen niemandsland. Het begrip niemandsland wordt eigenlijk voor twee verschillende begrippen gebruikt. Het ene is het enigszins beladen begrip van het gebied tussen twee frontlinies. Met name bij de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog roept dit trieste associaties op. Het gebied na de paspoortencontrole op vliegvelden is ook een vorm van niemandsland. De term niemandsland stamt in het Engels al van net na 1300. Het ging daarbij vooral over land waarvan het eigendom door meerdere eigenaren werd bestreden. Een heel duidelijk voorbeeld van niemandsland bestaat tussen de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay en de rest van Cuba. Het is een band van 13 kilometer breed aan Cubaanse zijde langs de gehele 28 kilometer lange hekwerk van de Amerikaanse basis dat door Cuba vanaf 1961 volgeplant is met dichte cactusbegroeiing. In een daad van opmerkelijke eensgezindheid hebben de VS en Cuba het gebied daarop voorzien van zo'n 55.000 landmijnen, waarmee het op één na grootste mijnenveld van de wereld een feit was. President Clinton liet in 1996 de mijnen weer verwijderen. Het gebied wordt sinds de Koude Oorlog ook wel aangeduid met het cactusgordijn als tegenhanger van het ijzeren gordijn dat tussen Oost- en West-Europa bestond. Op dezelfde manier als bij Guantanamo was het gebied rond de Berlijnse Muur en andere delen van de grens tussen Oost en West destijds niemandsland. Het niemandsland bevond zich gewoonlijk aan Oost-Europese zijde, omdat daar het belang van afscheiding bestond om te voorkomen dat burgers naar het Vrije Westen zouden weten te vluchten.
Bij de Berlijnse muur was het doorgaans een relatief smalle strook land tussen beide landen, met iets verderop op DDR-grondgebied een tweede muur waar tussen vaak wachttorens stonden. Overigens stond de muur doorgaans op 1 of 2 meter afstand van de grens en op diverse plekken zaten er poortjes, zodat mensen ook aan die kant desnoods door de Oost-Duitse grenspolitie konden worden gearresteerd. De reden van het stukje Niemandsland aan de West-Berlijnse kant was dat de arbeiders die de muur bouwden destijds niet op West-Berlijns grondgebied mochten komen. Veel West-Berlijners hadden de gewoonte om blikjes en ander afval over de muur te proberen te gooien, waarbij ze dus een klein risico liepen te worden gearresteerd. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.